Ook op maandag 17 maart 2003 is het weer 10 uur geworden. Live vanuit het swingende Hilversum presenteren Menno Boeg en Anoushka Wink een talkshow met talk en show. Dit is Nightclub. Kijk, dit is Nightclub en we barsten van de leuke gasten vanavond. Menno praat eerst met Bernard Hammelburg en Bernard is oud-oorlogscorrespondent en oud-correspondent uit Amerika. En hij is eigenlijk vanochtend pas uit Amerika teruggekomen om hier met ons te praten over van alles wat er in Irak gebeurt. Hans Smolders komt ook langs en hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de arrestatie van Volkert van de G. Nou, hij heeft daarvoor geen lintje gekregen en dat is natuurlijk eigenlijk best wel jammer. Bas van Hout die komt ook nog langs, want hij heeft heel veel te vertellen over de liquidatie gisteren in Amsterdam. Nou, ik ga zelf praten met de voorzitter van de Venk. Wat een eikel ben ik, want dit kondig ik net aan met Smulders en je heet gewoon Smolders. Ja, dat klopt. Wat een eikel. Mag ik je zeggen of u? Natuurlijk, je mag je zeggen. Wij hebben vanmiddag een bliksem-enquête gehouden hier via het internet bij Veronica. En dan vroegen we eigenlijk maar twee dingen. Vinden we A, dat je een held bent en B, vinden we met z'n allen dat je een lintje verdient. 82% van alle mensen zei, wij vinden hem een held en hij moet ook een lintje krijgen. Wat vind je daarvan? Ja, daar mag ook voor geklapt worden trouwens, hoor. Ik vind die waardering voor die mensen heel fijn, maar dat lintje dat wil ik echt niet aannemen. Waarom zou je dat lintje niet aannemen? Nou, het lijkt wel of heel veel mensen het ook zijn vergeten wat Pim is aangedaan. Kijk, we hebben het over Volkert van de G. Die heeft die trekker overgehaald en die moet de volle 100% zijn verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Die moet er zwaar voor gestraft worden. Maar degene die Pim dus weg hebben gezet als racist en zodoende hem toch op een bepaalde manier het klimaat hebben geschapen om die Volkert toch op een of andere manier daarmee in gang te zetten. Ja, maar wat heeft dat dan met dat lintje te maken? Ik bedoel, de koningin zou je bijvoorbeeld dat lintje opspelden. Ik bedoel, ja, maar goed, die gevestigde orde. Ja, nee, precies. Maar die gevestigde orde en die politieke elite, dat zijn namelijk de mensen die in de stuip zijn gaan schieten toen Pim opkwam. En het heeft waarschijnlijk, hadden ze er een moord voor over om Pim te laten verdwijnen van het politieke toneel. Nou, het is nog gebeurd ook. En ja goed, was het Volkert niet geweest, dan was het wel iemand anders geweest. Was het geen 6 mei geweest, dan was het wel 10 mei geweest of 2 juni. Maar het klimaat wat geschapen was, was zeer ernstig. En als je er zo van dichtbij meemaakte, dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Want je denkt, in dit land kan dat niet. Daar wil ik even naar terug. Het moment dat het gebeurde. Heb je jezelf wel eens beseft, als jij niet aan die renpartij was begonnen, dat wij misschien vandaag de dag nog niet eens geweten hadden wie Volkert van de G was? Ik heb daar wel eens aan gedacht, ja. Want als jij nou eens niet aan het rennen was geslagen en niet in die tussentijd aan het bellen was geslagen, had de kans vrij groot geweest dat hij als een grijze muis in de massa was verdwenen. Ja, we hebben nog een reconstructie gedaan en dan word je er inderdaad wel duidelijk, ja. Dat is middels die reconstructie ook heel duidelijk geworden, hè? Dat eigenlijk de pakkans heel klein was. Ja. Dat klopt, dat hè? Dat klopt, ja, zeker, zeker. Hoe vaak denk jij nog terug aan dat moment eigenlijk? Ja, toch wel heel vaak. Alleen, ik denk nu, op dit moment zit mij een ander punt dwars. Daarom begon ik daar net ook over. Dat in dit land het mogelijk is dat een man zoals Pim Fortuyn, ik heb hem van dichtbij meegemaakt, ik heb uren in die auto met hem zitten praten. Een zo helder iemand, zo weggezet worden als een gevaarlijke racist. Een man die haat zaait. Een man die de tweedeling in de maatschappij verdient. En kijk, Volkert is degene die geschoten heeft. Maar we hebben natuurlijk toch, we vergeten even dat de medeplichtigen aan die moord, dat die uit de wind worden gehouden. Kijk, er is een commissie van de Haak rapport. Ja, luister, dat gaat niet in op deze gevaarlijke bedreigingen. Kijk, Wim Kok is niet de eerste de beste. Die heeft die beschuldigingen geuit. Dus dan komt er wel een of andere idioot op een gegeven moment die op een gegeven moment gaat schieten. Hans, ik wil toch nog even terug naar die nare dag, of die nare avond. Tijdens die achtervolging was er ook nog een tweede man bij. Die is eerder afgehaakt, als ik goed ben geïnformeerd. Klopt dat?
Ik heb die man gezien op een gegeven moment toen het politiebusje aankwam rijden. Dat is vlak voor de arrestatie. En ik heb hem gezien toen ik wegrende. En toen is hij in zijn auto gesprongen en is van het mediapark afgereden. Wat ik later heb begrepen. En toen is hij dus naar de plek toegereden waar hij dacht waar we waren. En toen is hij ook weer mee gaan lopen. Wie was die man eigenlijk? Was ook een man van het mediapark. Ik weet niet precies hoe dat hij heet. Heb je daar nog wel eens contact mee gehad met die man? Die heb ik nog één keer, heb ik die wel aan de telefoon gehad. Ja. Niet meer? Nee. Je hebt met hem het nog een keer besproken, zeg maar? Nou, niet echt, nee. Met wie praat je wel over wat je daar hebt meegemaakt? Met wie? Ja, vooral met de mensen, met je eigen familie en met een kleine groep mensen. Maar, ja. En hoe vaak praat je daar dan over? Dat valt best mee. Dat valt mee? Ja. Word je er 's nachts wel eens wakker van? Ja, de eerste weken wel, ja. Ja? Dan word je inderdaad echt wakker van, ja, dat klopt. Maar ja. Leg me nou eens, wat voel je dan als je 's nachts wakker wordt? Balend van in het zweet of ja, die eerste weken wel, ja, dan heb je gewoon een streep zweet hier op je buik liggen, ja, dat klopt, ja. Ja. En dan komt toch steeds weer bovendrijven wat voor onrecht die man is aangedaan. Want de meeste mensen kunnen dat niet voelen, want je hebt daar zo dichtbij gezeten. Je zit vol met haat, hè? Ja, ik heb van dichtbij gezien, maar daarom vind ik ook dat die mensen ook gewoon, ze zijn net zoveel verantwoordelijk voor die moord als Volker van de G. Een Wim Kok is niet de eerste de beste. Een Johan Cruijff maakt ook indruk als hij iets zegt, zeker over het voetballen. Een minister-president, Wim Kok, als je dus een man zo weg gaat zetten, Pim heeft notabene bij Robert Jensen in zijn programma nog gesmeekt. Stop ermee, want als op mij een aanslag wordt gepleegd, dan zijn jullie daar verantwoordelijk voor. En ook al kun je dat, ja, dat kun je eigenlijk niet bevatten dat het dan toch gebeurt. Want jullie hebben het klimaat hiervoor geschapen. Pim heeft het zo letterlijk gezegd. Ook met die taartgooiers. Meneer Kok, u bent ook mijn minister-president. En ja goed, de mensen die om zijn beveiliging zouden gaan, ja, die zagen hem liever verdwijnen als komen. Dus zeg jij dan maar hoe dat in elkaar steekt. En daarom ben ik verbitterd. Ik denk dat ik wel verbitterd ben op die mensen, ja. En ja. Daarom zal ik ook nooit een lintje aannemen van die politieke elite of van de gevestigde orde. Ja. Dat er, maar als er bijvoorbeeld een andere instantie zou komen waar je wel achter zou staan, die een soort van trofee zouden uitreiken, dan zou je die wel accepteren? Ja, nou, ik ben niet zoveel van trofees of van dit of van dat. Nee, ik bedoel, ik vond het een voorrecht om met Pim te hebben mogen werken. Het was een hele speciale man. Maar daarom doet het nou net zozeer, dat als je het aanziet komen, dat het dan toch gebeurt. En het is toch niet voor niks, als Pim al omsmeekt. Oké.